Wat heeft papa gevonden, Sarah? Een vogel. Zal ik ook eens kijken? Goedemorgen, het is dinsdag. Ik heb mijn schoenen aan het aandoen. We gaan zo naar school. En Sarah heeft net gelukkig een idee bedacht wat we vanavond te eten, want ik was echt weer koos inspiratieloos. We gaan lekker stamppot eten en dat vind ik zo lekker. En iedereen hier, dus dat scheelt. En vandaag even zorgen dat het laatste speelgoed hier weg is. In ieder geval weg is, opgeruimd is. Irriteert me mateloos. Hallo. Wauw, dat heb je mooi gedaan. Hé, hey, laat je nieuwe trui eens mooi zien ook. Wauw. Hij is cool. Ik vind hem echt heel cool. Met een blauwe broek is lelijk. Nee, iedereen doet dat soort dingen op spijkerbroek, hè. Ik vind het heel leuk als je dat op schoot wil, maar dan kan ik mijn schoen niet aantrekken. Met die sneakerwatches aan het aandoen. Sarah, wil je misschien even je schooltas vastpakken? Want ik moet jouw dingetjes er zo nog in doen. Ik doe het wel. Ja, maar moeten jullie het wel nu doen, want we moeten weg. Nou, ik ga Sarah even naar mijn school brengen. Sarah is op school en ik zou boodschappen doen. Maar ik kwam erachter dat ik nog wat vergeten was mee te nemen. Dat ik ook dat moet doen. Dus ik ben naar huis gegaan en ik ga nu even... oude kerstspullen, die kunnen ze op school gebruiken, dus even uitzoeken. Want als ik dan dadelijk terug ga voor de overblijf, kan ik dat op school gelijk even afgooien. En dan ben ik daar vanaf, want dit zijn spullen waar ik al jaren nooit iets mee doe of ga doen. Ja, waarom moet ik het dan allemaal bewaren? En zij hebben er wel wat aan, dus het is echt allemaal random door elkaar hoe ik aan sommige dingen kom. Ik heb echt geen idee. Maar goed, dadelijk is het in ieder geval weg en uitgezocht, dus dat is dan wel weer fijn. En ondertussen de computer aan het opstarten en ik ga gewoon kijken of ik kan uitzoeken en editen tegelijk. Want sommige stukjes, ja, die luister ik eerst helemaal af wat er gezegd wordt, wat er gedaan wordt. En daarna knip ik hem, ja, dat luisteren. Normaal zit ik dan naar mijn scherm te staren. Maar dat hoeft natuurlijk in principe niet. Dus ik denk, dat ga ik dit keer gewoon niet doen. Hopen dat het werkt, want ik wil even gewoon heel veel gedaan hebben vandaag. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken al waanzinnig veel gedaan. En ik moet hier gewoon eens af zijn. Ik wil gewoon weer helemaal bij zijn. Alles af, alles netjes, alles goed. Dan, het scheelt gewoon een hoop. Dus ja. Echt top. Gewoon weer een boodschaptas van spullen die ik zo weg kan geven. En deze is leeg. En daar doe ik dan nu de... disco lichtjes in. Die leg je ook altijd in het dressoir. En dat dressoir moet natuurlijk weg. Dus daar heb ik ook een mooie plek. En er zit echt nog ruimte in. En dit waren de kerstspullen. Ik heb gewoon mijn normale kerstspullen. Die heb ik apart. Dat was al uitgezocht. Dit waren spullen die ik echt al jaren moest uitzoeken. En, hè, wat ik, waar ik heel Oost-Indisch blind voor was, zeg maar. Maar dat heb ik nu gelijk gedaan. Ja. Dit zijn dingetjes waar, ja, wel herinneringen zitten. Maar dit is zo verschrikkelijk weinig. Dit waren echt, ja, dat is heel stom. Maar dit waren de kaarsjes die aan mijn moeder had staan. En daar was ik vroeger helemaal verliefd op. En dan zie ik ze en dan denk ik, ah. Oh. Nou, dat kan, weet je, die heb ik toen ook meegenomen, want die mochten niet weg. Nou, deze vond ik nog wel grappig, want die kan je nog wel leuk aan het raam hangen met de kerst. Dus dat vond ik wel schattig. Deze zijn wel leuk. We hebben altijd een zilveren boom. Ja, gewoon echt, het zijn echt een paar spulletjes. Dus
Die gaan gewoon weer naar zolder met de kist. Ik vind het zo fijn dat opruimen. Ik loop er wel elke keer tegenaan tegen om weer verder te gaan. Zeker omdat ik gewoon zo verschrikkelijk veel gedaan heb de afgelopen weken. Maar elke keer als er dan een project af is, denk ik echt... Die last valt zo van mijn schouders af. En het geeft zo'n rust in je hoofd weer. Om gewoon orde te hebben in je huis. Echt, dat vind ik zo mega fijn. Nou, hele productieve ochtend gehad. Vaatwassen draait, de wasmachine draait alweer. Ik heb de lunch net gemaakt. Dus ik ga naar de overblijf. Ik ben alleen heel benieuwd. Ik moet dus nu die tas met kerstspullen gaan vervoeren op de fiets. Van komen met de auto gaan. Ik vind het zo onzin, want zover is het niet. En een beetje milieubewust is ook niet verkeerd. Dus wish me luck. Want ik hoop echt dat niet alles gebroken aankomt. En ik had ook nog vitaminestickers van Sarah. Maar ja, die is compleet. Dus ook naar school. En ik had voor afgelopen zaterdag had ik ook nog unicorn versiering geleend. Omdat ik niet helemaal kon slagen. En die gaat na school brengt die terug. Dus dan allemaal, is er zoveel zooi uit huis. En weer een heel drama boodschappen doen. Maar dat maakt niet uit. Het is gelukt. En ik heb de spullen ook weggebracht bij de overblijf. Dus dat is mega fijn. Ik ga heel snel stofzuigen erdoor. En dan ga ik weer naar school. Wat heeft papa gevonden, Sarah? Een vogel. Zal ik ook eens kijken? Waar zit hij? Daar. Ah, een zebravinkje. Een zebravinkje? Ja, zo heet hij. Dat. Oké, maar we doen hem zo. We doen hem dicht, als vliegt hij dak weg. Ga je met papa naar de winkel brengen? Ik ga mee met papa. Ja, ga maar in de auto. Ja, jij mag mee. Nou, dan kom je weer thuis vanaf school zonder kind. Maar goed, ze komt zo thuis. En dan gaan we ook even snel een nieuwe aflevering van Kleuterraadsels opnemen. Want normaal doen we dat een beetje einde van de week. Nou, toen was natuurlijk het kinderfeestje de verjaardag. Dus dat is niet meer gelukt. Dus dan doen we hem nu. En dan hoop ik dat morgen en overmorgen dan allebei ook nog even een raadsel kunnen opnemen. Dan liggen we gewoon voor. En dan kan ik die editen en dan staan ze er gewoon alvast op. Dus dat is wel heel fijn. Nou, hopen dat Sarah dan in ieder geval zo komt. Dan lukt deze in ieder geval wel. Dus, en ze vindt ze leuk als je nog niet geraden hebt. Het is vandaag dinsdag, dus het vorige raadsel, in ieder geval deze, is dan al 2 weken geleden. En die we dan de volgende opnemen, die is dan gisteren online gekomen. Zeg ik dat goed? Ja. En ze vindt het zo verschrikkelijk leuk als je meeraadt. En ik hoor van alle kanten dat ze ook echt heel moeilijk zijn. En dat het echt wel leuk is om over na te denken. Of discussies onderling te hebben over wat het is. Dus kijk vooral bij de playlist op mijn kanaal. Er staat ook een aparte map. Daar kan je ze ook op volgende kijken als je ze nog niet gekeken hebt. En ook in de volgende aflevering heb je dan het antwoord. En bij het laatste jaar reageer vooral. Het is gewoon leuk. We zijn heel benieuwd of jullie het allemaal kunnen raden. Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze volgende aflevering van de 4e aflevering van Kleuterraadsels. Ah, echt zo sneu. Sarah is al heel lang aan het sparen voor een Barbie winkelcentrum. En die heeft ze nu eindelijk. Ze kreeg net nog een verjaardagskaartje. En hij heeft ze hem eindelijk bij elkaar gespaard. En hij was altijd bij de Intertoys. Wil ze hem dus bestellen? Ze krijgt echt net dat geld binnen. Uitverkocht. Nergens meer op voorraad. En nou ben ik dus echt heel hard voor de aan het zoeken. Oh, deze. Of die nog ergens anders te koop is. Ja, is dit hem nou wel? Nee. Bij mij is dit hem wel, hoor, deze. Kijk maar. Bij de andere plaatjes zit er... Zie je? Dat is hem ook. Maar dan heb je nog steeds geluk, want ik zag net dat bij de Intertoys was die 50 euro goedkoop en dat die was. En die hebben ze bij de bol.com, is die ook 114,36 in plaats van 150. En hier was die ooit duurder. Dus je houdt nog centjes over. En nu bestelt donderdag in huis, dat kan ook. Zal ik hem voor je bestellen? Ja. Want in de winkel hebben ze hem niet. Ik was echt heel bang dat ik het echt niet meer zou krijgen. Ik zei toch, mama gaat hem wel voor je vinden. Ga ik hem bestellen en dan mag je zo bij mij afrekenen. Maar dan kan ik hem gaan bestellen voor je. En dan moet jij natuurlijk mij wel de centjes ervoor geven, want je ging hem zelf kopen, toch? Hoef ik niet centjes aan je te geven? Ja, maar ik moet hem toch
Ik moet hem online bestellen, want hij is niet in de winkel ergens. Je kan hem alleen online kopen. Maar dan moet ik het met mijn pas betalen. Dan geef jij mij toch die centjes daarna. Hoeveel centjes moet het dan zijn? Nou, wat ik net zei, wat was het nou? 114, geloof ik. Even kijken. 114,36 euro. 114,35 gaan we zo uit. Moet ik dat aan jou geven? Ja, want ik doe het met mijn pas betalen. Hé, dame. Hoe blij kan jij zijn? Jouw Barbie winkelcentrum, waar je een jaar voor aan het sparen bent geweest, is besteld. Ik ben heel blij. Ik zie het helemaal niet. Hoe blij ben jij? 600. Ik zie het helemaal niet aan je. Laat het eens zien. Hoe blij ben jij? Moet je nou verlegen? Nee hoor. Nou, een beetje wel. Hoe blij ben jij? Heel blij. Je mag er af. Ja, ik heb hem ook van je lijstje af gehad, want je hebt hem. Het kleuterraadsel staat eindelijk online, dus die komt morgen gewoon op tijd. En ik had die eerder op de dag trekken en die heeft Marco net voor mij meegenomen. Dan heb ik eigenlijk nog even de volgende vlog doen. Ik heb echt geen zin om te editen. Ga jij voor me editen? Ga ik het je leren? Nee. Is leuk hoor. Gewoon. Is heel leuk. Kan jij wel? Goed, ga jij dan volgende week op zaterdag voor mij stukken? Dat wil ik best doen. Of jij dat een goed idee vindt, weet ik niet. Maar ik weet ook niet of ik het een goed idee vind als jij gaat editen voor mij. Nee. Ik ben moe, dus ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.